Voor de tweede maal kunt u plaatsnemen. Ik open deze openbare vergadering, onze tweede voor vandaag. Na eerder in de ochtend een huishoudelijke vergadering te hebben gehad. Nu zijn we bezig met de voorzitting van de agenda van donderdag 10 augustus 2023. En dat is behandeling van de ontwerpwethoudende regels met betrekking tot de instelling van de verkeersautoriteit. Het is een initiatiefvoorstel van de leden Sampi Plein en Aluma. Commissie van rapporteur, de leden Canapes Sang, Ramdin Edwards, Mangre Jones en Kato. We zijn nu in de ronde van de regering. Dus ik kijk richting de coördinator, minister Matura, hoe de orde uw zijde zal zijn. Ja, coördinator. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de minister van Justitie en Politie staat klaar om te antwoorden. Goed, minister heeft het woord. Ja. Ja, minister heeft het woord. Voorzitter, goedemiddag. Mag ik u en uw college groeten. Ik was, voorzitter, al begonnen met de beantwoording. En ik had al wat het een en ander al uiteengezet. En ik ga dan door waar ik gestopt was, voorzitter. Nadere beantwoording van de vragen gesteld tijdens de openbare vergadering van 15 en 17 augustus 2023 en de openbare vergadering van 19 december 2023 ter zake behandeling van de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot de instelling van de verkeersautoriteit, wet instelling verkeersautoriteit. Voorzitter, bij de behandeling van de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot de instelling van de verkeersautoriteit, wet instelling verkeersautoriteit, zijn in de eerste ronde door uw college vragen gesteld. Eerst zal ik ingaan op de algemene vraag, namelijk wat is de urgentie van het instellen van de vervoersautoriteit? En waarom wordt de wegenautoriteit niet uitgebreid? Ik denk u bedoelt verkeersautoriteit. Correctie, voorzitter, verkeersautoriteit. Waarom wordt de wegenautoriteit niet uitgebreid met de taken die zijn toebedeeld aan de verkeersautoriteit ingevolge deze ontwerpwet? Meneer de voorzitter, gelet op de verkeerssituatie in ons land wijzen de statistieken over het jaar 2021 tot op heden met betrekking tot verkeersongevallen uit dat de meeste verkeersongevallen in 2022 hebben plaatsgevonden. In dat jaartal was het aantal 3180. De reden van verkeersongevallen heeft onder andere te maken met uiteenlopende oorzaken, waaronder onoplettendheid, geen voorrang verlenen, het verliezen van controle over de besturing, inhaalmanoeuvres en roekeloos rijgedrag. Voor wat betreft de statistieken met betrekking tot het aantal verkeersslachtoffers met dodelijke afloop,
bedroeg die in het jaar 2021 81, in 2022 74 en het jaar 2023 waren er 69 verkeersslachtoffers met dodelijke afloop te betreuren. Verwijzend naar het aantal van 69 verkeersslachtoffers met dodelijke afloop in het jaar 2023 kan worden opgemerkt dat de meesten jongeren in de leeftijdklasse 14 tot en met 35 jaar waren. Dit leidt tot grote bezorgdheid. Ik heb hierbij een bijlage, die zal ik later met uw college delen, voorzitter. Ten einde de verkeerssituatie in ons land aan te pakken, ook daarmee veilig verkeer te garanderen aan onze weggebruikers, is voor de centrale aansturing en monitoring het Verkeersinstituut ingesteld. Dit heeft als doel de implementatie van een integraal verkeersveiligheidsbeleid en ter verbetering en optimalisering van verkeersveiligheid. Het Verkeersveiligheidsinstituut, afgekort VVI, is in het jaar 2019 bij staatsbesluit voor de duur van 5 jaar ingesteld bij SB 2019 nummer 23. Dit instituut is de voorloper van de nog in te stellen verkeersautoriteit. Formeel dient te worden dat de instellingstermijn van het Verkeersveiligheidsinstituut in september 2024 zal verlopen. Voorzitter, onder leiding van het VVI is toen een interdepartementale commissie in het leven geroepen die reeds gestart is met het schrijven van een curriculum inzake verkeerseducatie voor zowel GLO, VOJ en VOS-scholen. Verwijzend naar eerdere statistieken kan worden opgemerkt dat er voor wat betreft het aantal verkeersdoden een dalende trend te merken is. Wij hopen dat deze dalende trend zich zal voortzetten. Opgemerkt dient te worden dat de daling in het aantal verkeersslachtoffers met dodelijke afloop gezocht moet worden in het beleid van het instituut sedert haar instelling. De afgelopen 2 jaren is het VVI bezig geweest met bewustwordingscampagnes voor veilig verkeer. Samen met andere relevante actoren zijn verschillende projecten uitgevoerd, zoals het geven van voorlichting op diverse scholen, voorlichting via televisie en radio, workshops met de actoren, voorbereiding ter implementatie van bromfietscertificaten en verkeerseducatie. Het instituut is dagelijks met actoren zoals het Korps Politie Suriname, het Ministerie van Openbare Werken en het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme in conclaaf om mogelijkheden te bekijken ten einde het verkeer in Suriname veiliger te maken. Voorzitter, thans berust het verkeersbeleid bij verschillende ministeries en autoriteiten. Deze zijn onder andere het Ministerie van Openbare Werken, Wegenautoriteit Suriname en het Korps Politie Suriname. Allen belast met deeltaken en verantwoordelijkheden op het gebied van verkeersveiligheid. Een centrale aansturing op het gebied van verkeersveiligheid is noodzakelijk indien we de verkeersveiligheid met z'n allen effectief en efficiënt willen verbeteren. Meneer de voorzitter, het garanderen van verkeersveiligheid gaat gepaard met heel veel financiële middelen. Om zo efficiënt en efficiënt mogelijk te werk te gaan en om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te besteden, zal met de inwerktreding van deze ontwerpwet het Verkeersveiligheidsinstituut omgaan in een autoriteit, namelijk de verkeersautoriteit, met ruimere taken en bevoegdheden op het gebied van verkeersveiligheid.
Verwezen wordt naar artikel 4 van de ontwerpwet, waarin de taken en bevoegdheden van de verkeersautoriteit zijn opgenomen. Ingevolge deze ontwerpwet zal de verkeersautoriteit met de financiële middelen, opgenomen in artikel 5 van de ontwerpwet, veiligheid garanderen. Tenminste het beleid hier uitzetten. Het uitgangspunt van dit overzicht van financiële middelen ligt in het principe de gebruiker betaalt. Meneer de voorzitter, verder kan worden aangehaald dat in het jaar 2017 de Commissie Verkeersveiligheid in samenspraak met de PAHO, de Pan American Health Organization, zowel nationaal als internationaal onderzoek heeft verricht naar de oorzaken en de mogelijke oplossing voor het verkeersveiligheid vraagstuk. Uit de onderzoekingen en workshops met de relevante actoren is gebleken dat het instellen van een verkeersautoriteit noodzakelijk is voor een integraal beleid ter verbetering van de verkeerssituatie. Voorzitter, met betrekking tot de vraag waarom de wegenautoriteit niet wordt uitgebreid met de taken en bevoegdheden die zullen worden toebedeeld aan de verkeersautoriteit in gevolge deze ontwerpwet, wordt verwezen naar de wethoudende regels met betrekking tot het beheer van wegen en vaste oeververbinding van 25 juli 1995, wet Wegenautoriteit SB 1995 nummer 68. De Wegenautoriteit heeft conform artikel 3 lid 1 tot taak het beheren van de primaire wegen en vaste oeververbindingen daarin en het adviseren van de regering ter zake aanleg, herstel en onderhoud van wegen en oeververbindingen. Voorzitter, de Global Plan for the Decade of Action for Road Safety van 2021 tot en met 2030 is gestoeld op 5 pijlers voor verkeersveiligheid voor een integrale aanpak. Deze 5 pijlers zijn 1. Beheer en management van verkeersveiligheid. 2. Veilige wegen en mobiliteit. 3. Veilige voertuigen. 4. Veiligere weggebruikers. En 5. Nazorg verkeersslachtoffer. Voorzitter, hieruit kan geconcludeerd worden dat de wegenautoriteit slechts een specifieke rol heeft binnen pijler 2 voor verkeersveiligheid, namelijk veiligere wegen en mobiliteit. Zoals het plan als aangehaald dat aangeeft. Deswege is de wegenautoriteit gekoppeld aan het ministerie van Openbare Werken. De verkeersautoriteit zal het beheer hebben over alle 5 voorgenoemde pijlers voor verkeersveiligheid. Voorzitter, in uw geacht college is verder gevraagd naar het beleid met betrekking tot de elektronische fietsen, de zogenaamde e-bikes. Ten aanzien van het gebruik van deze elektrische fietsen en bromfietsen wordt opgemerkt dat er reeds wijziging voorstellen van de rijwet 1971, de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en het rijbesluit 1957 zijn voorbereid. Deze voorstellen zijn thans naar de stakeholders verzonden voor hun bevindingen. Vermeld wordt dat feedback van het Corps Suriname reeds is ontvangen, terwijl de andere stakeholders nog niet hebben gereageerd. De overige stakeholders zullen alsnog in de gelegenheid gesteld worden om binnen een bepaalde termijn hun feedback te geven. Voorzitter, ik moet corrigeren dat ook van het Openbaar Ministerie het advies reeds is ontvangen. Voorzitter, in de wijzigingvoorstellen zijn onder andere opgenomen dat voor zover een elektrische fiets of een elektrische bromfiets als een rijwiel of een bromfiets wordt aangemerkt, de bestuurders van deze voertuigen moeten voldoen aan de huidige vereisten gesteld voor rijwielen en bromfietsen. Hierbij kan gedacht
worden aan de technische vereisten ten aanzien van hun inrichting. Daarnaast moeten ze ook voldoen aan onder andere de WAM-verzekering, namelijk de aansprakelijkheidsverzekering, motorrijtuigen, registratie en keuring van de bromfietsen. Voorzitter, met betrekking tot het voorstel gedaan in uw geacht college om ondersteuning naar de politie ook verkeershandhavers te belasten met de handhaving in het verkeer, kan worden opgemerkt dat door het Verkeersveiligheidsinstituut reeds een projectdossier aantrekken en opleiden van verkeershandhavers is aangeboden aan het ministerie van Justitie en Politie. Dit project heeft ten doel het vergroten van de toezichtscapaciteit van de deelstructuur verkeer van het Korps Politie Suriname, gericht op het bereiken van een grotere objectieve pakkans bij verkeersovertredingen. Dit kan ook leiden tot vergroting van de subjectieve pakkans, verbetering in naleving van verkeersregels en op termijn vermindering van verkeersongevallen. Het project zal zich na de afronding richten op het verhogen en consistent uitvoeren van controles en handhaving op eenvoudige overtredingen in de aandachtsgebieden. Voorzitter, ten aanzien van de vraag wat dit wetsontwerp betekent voor de mensen met een beperking, wil ik aangeven dat ook in het verkeer aandacht moet worden besteed aan de omstandigheden van de mensen met een beperking, opdat zij behalve optimaal ook veilig in het verkeer kunnen bewegen. Suriname is sinds 2015 partij bij het verdrag inzake de rechten van personen met een beperking. Suriname is in het kader van toegankelijkheid verplicht om maatregelen die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de toegankelijkheid voor deze doelgroep omvatten te treffen. Deze maatregelen betreffen onder andere A. Gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten met inbegrip van scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken. B. Informatie, communicatie en andere diensten met inbegrip van elektronische diensten en nooddiensten. Voorzitter, in het rijbesluit 1957, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2023 nummer 2, is in artikel 8 reeds opgenomen dat bestuurders van tweewielige rijwielen, tweewielige bromfietsen en driewielige rijwielen voor invalide gebruik moeten maken van het verplichte rijwielpad. Daarnaast is in artikel 37a van het rijbesluit 1957 dat bepaalt dat voor het besturen van een motorrijtuig door een bestuurder die in verband met een lichamelijk gebrek slechts een motorrijtuig kan besturen dat voldoet aan bepaalde eisen, wordt een rijbewijs afgegeven uitsluitend voor het besturen van één aan die eisen voldoend motorrijtuig in welk rijbewijs deze beperking is aangeduid door een omschrijving van de bedoelde eisen en het woord restraint in rode letters. Voorzitter, gelet op het feit dat het ministerie van Openbare Werken onder andere de zorg heeft voor de technische voorzieningen ten behoeve van het verkeer te land en voor het openbaar vervoer, alsmede het toezicht daarop, zal in samenspraak met dit ministerie nagegaan worden welke voorzieningen nog van eminent belang zijn om in het rijbesluit opgenomen te worden. Nu deze kwestie de bijzondere aandacht heeft van het parlement, zal het ministerie niet nalaten deze kwestie in de herziening van het rijbesluit 1957 haar bijzondere aandacht te geven en mee te nemen. Bovendien, voorzitter, zal de verkeersautoriteit, gelet op haar taken en bevoegdheden, opgenomen in artikel 4 van de ontwerpwet, ook toezicht houden op de naleving van wettelijke voorschriften en kwaliteitseisen en normen van verkeer infrastructurele werken.
Voorzitter, verder wil ik onder uw aandacht brengen dat deze kwestie niet alleen voorzieningen in het verkeer regadeert, maar ook betrekking heeft op andere sectoren. Daarom zal ook naar die voorzieningen in die andere sectoren gekeken worden. Voorzitter, ten aanzien van de vraag, als het de bedoeling is dat het C-City-project onder de autoriteit zal vallen en de vraag onder wie het Command Center valt, kan worden aangegeven dat Safe City een project is van het ministerie en te maken heeft met de openbare veiligheid. Dit project is ruim, terwijl de verkeersautoriteit belast zal zijn met de centrale aansturing van enkele verkeersveiligheid, zoals opgenomen in artikel 3 van de ontwerpwet. Het Safe City project zal dus niet onder deze autoriteit vallen. Het Command Center valt ook onder het ministerie. Deze is een afdeling van het Korpspolitie Suriname. Voorzitter, gelet op de taken en bevoegdheden van de verkeersautoriteit, zoals opgenomen in artikel 4 lid 1, is het van belang om met andere relevante instanties samen te werken. Deze samenwerking moet op basis van een overeenkomst met de relevante instanties. Daarom wordt voorgesteld om in artikel 4 lid 1 een nieuw onderdeel O toe te voegen, luidende als volgt. Het sluiten van overeenkomsten met andere relevante instanties in zaken samenwerking en uitwisseling van informatie op het gebied van verkeersveiligheid. Voorzitter, ik ga nu over tot beantwoording van de vragen gesteld door uw geacht college die betrekking hebben op de ontwerpwet instelling verkeersautoriteit. Voorzitter, ten aanzien van de vraag over wat voor rechtspersoon de verkeersautoriteit is, wordt aangegeven dat het gaat om een rechtspersoon sui generis. Daarnaast is in uw college voorgesteld om in artikel 2 lid 2 de zinsnede binnen als buiten de Suriname te vervangen door binnen of buiten Paramaribo. Met dit voorstel wordt gedeeltelijk meegegaan. Lid 2 wordt daarom als volgt vervangen. De autoriteit is een rechtspersoon sui generis en is gevestigd te Paramaribo. De autoriteit kan ook buiten Paramaribo kantoren hebben. Voorzitter, voorts is voorgesteld om de naam van de autoriteit te wijzigen naar Verkeersautoriteit Suriname. Met dit voorstel kan worden meegegaan. Voorzitter, met het voorstel om in artikel 4 lid 1 onder A het woord verkeersveiligheidsfilosofie te vervangen door verkeersveiligheidsbeleid kan niet worden meegegaan. Verkeersveiligheidsbeleid heeft betrekking op de regels en maatregelen die worden ingevoerd om het verkeer veiliger en efficiënter te maken. Verkeersfilosofie helpt ons nadenken over de diepere betekenis en implicaties van ons gedrag in het verkeer en de systemen die het mogelijk maken. Opgemerkt wordt dat het Verkeersveiligheidsinstituut dan samen met alle relevante stakeholders bezig is met het formuleren van een verkeersveiligheidsfilosofie. De verkeersfilosofie ligt ten grondslag aan het werk van het Verkeersveiligheidsinstituut, dan wel de verkeersautoriteit en de activiteiten en maatregelen die getroffen dienen te worden in overeenstemming met de relevante overheidsinstellingen en andere stakeholders. Voorzitter, met het voorstel om het woord strategie te vervangen door het woord beleid in artikel 4 lid 1 onderdeel F kan niet worden meegegaan. Voorgesteld wordt om onderdeel F te vervangen door het monitoren en evalueren van de uitvoering van het opgestelde strategisch beleid voor verkeersveiligheid en de daaraan gekoppelde actieplannen. Voorzitter, in het verlengde hiervan wordt voorgesteld om onder die G te vervangen door het gevraagd
of ongevraagd advies uitbrengen aan de minister over het verkeersveiligheidsbeleid. Voorzitter, ten aanzien van de vraag hoe de autoriteit projecten van andere ministeries zal controleren, kan worden aangegeven dat het in deze gaat om verkeersveiligheid gerelateerde projecten. In gevolge artikel 4 lid 1 onder J heeft de verkeersautoriteit de taak om toezicht te houden op de naleving van wettelijke voorschriften en kwaliteitseisen en normen van verkeerinfrastructurele werken. De verkeersautoriteit zal naast het coördineren van activiteiten die met de verkeersveiligheid in het algemeen te maken hebben en die door de verschillende actoren worden uitgevoerd, op grond van de aan hen toegewezen wettelijke taken, ook erop toezien dat de uitvoerders van de projecten zich houden aan de wettelijke regelingen. Voorzitter, in het verlengde hiervan wordt voorgesteld om onderdeel H te vervangen door het uitoefenen van controle op verkeersveiligheid gerelateerde projecten van verschillende ministeries. Voorzitter, met betrekking tot de vraag wie bedoeld wordt met andere in artikel 4, lid 1 onder M, wordt verwezen naar de ter zake relevante actoren. Dit kunnen zijn verkeershandhavers, onderwijzers, leerlingen, belangengroepen en een ieder die de leeftijd heeft bereikt om deel te kunnen nemen aan de verkeersexamens om hun rijbewijs of bromfietscertificaat te behalen. Voorzitter, in het verlengde hiervan wordt voorgesteld om onderdeel M te vervangen door het trainen en examineren van rijinstructeurs en ter zake relevante actoren. Voorzitter, wie de ter zake relevante actoren kunnen zijn, wordt in de memorie van toelichting opgenomen. Voorzitter, met betrekking tot het voorstel om in artikel 4 een nieuw lid 3 toe te voegen, inhoudende het evalueren en toetsen van wetten aan processen en procedures tegenover het verkeersveiligheidsbeleid, wordt verwezen naar artikel 4, lid 1 onderdeel I. Voorzitter, in het verlengde hiervan wordt voorgesteld om onderdeel I te vervangen door het evalueren van verkeerswetgeving en doen van voorstellen inzake wijzigingen in de verkeerswetgeving. Meneer de voorzitter, in uw geacht college is opgemerkt dat er moet worden nagedacht over het beginkapitaal dat gesteld is op SRD 2 miljoen. Het bedrag van 2 miljoen is voorgesteld in het jaar 2017. Gelet op de koersontwikkelingen wordt thans voorgesteld om dit bedrag op te trekken naar SRD 10 miljoen. Voorzitter, hoezeer ook dit bedrag niet voldoende is, gezien de begroting van het Verkeersveiligheidsinstituut at 19 miljoen SRD voor de operationele kosten over het jaar 2024, kan voor nu hiermee worden meegegaan. Dit wordt ook als bijlage opgestuurd, voorzitter. Voorzitter, voorgesteld is om lid 3 uit artikel 5 luidende als volgt. De verzekeringsmaatschappijen dragen jaarlijks voor minimaal 10% uit de opbrengsten van de verzekeringspenningen vrij te maken ten behoeve van de autoriteit te schrappen. Uit de feedback van de stakeholders is niet gebleken dat zij daartegen bezwaar hebben. Derhalve kan niet worden meegegaan met dit voorstel. Ik denk dat ik wat water moet gebruiken. Aangezien mijn stem me in de steek wil laten. Ja, voorzitter. In het verlengde hiervan wordt voorgesteld om lid 3 te vervangen door
De verzekeringsmaatschappijen dragen jaarlijks 10% van de opbrengsten uit de verzekeringspenningen aan de autoriteit af. Voorzitter, voorts is voorgesteld om in artikel 5 lid 1 onderdeel C de zinsnede, de overige wettelijke middelen en baten te schrappen. In dit kader wordt voorgesteld om in onderdeel C de zinsnede, de overige wettige middelen en baten te vervangen door en andere legaal verkregen inkomsten. Voorzitter, met betrekking tot het voorstel om in artikel 6 lid 1 de komma tussen de zinsnede en onderdirecteuren en die op voordracht te schrappen, kan ik u aangeven dat dit voorstel wordt overgenomen. Voorzitter, in uw geacht college is verder met betrekking tot artikel 6 leden 1, 2 en 3 voorgesteld dat in plaats van de president de minister wordt belast met het vaststellen van de bezoldiging, het benoemen, het ontslaan en het schorsen van de directeur en onderdirecteuren en niet de president. Voorts is de vraag gesteld waarom de directeur en de onderdirecteur niet benoemd en ontslagen worden door de Raad van Toezicht. Voorzitter, om de onafhankelijkheid van de verkeersautoriteit te waarborgen, kan niet worden meegegaan met het voorstel. Bovendien kan worden opgemerkt dat de minister reeds belast is met de voordracht van de directeur en onderdirecteuren. Voorzitter, ten aanzien van de vraag welke termijn voor de benoeming van de directeur en onderdirecteur geldt, wordt opgemerkt dat er in de ontwerpwet verzuimd is om in artikel 6 een termijn voor de benoeming en de herbenoeming op te nemen. In het verlengde hiervan wordt voorgesteld om onder vernummering van de leden 1, van de leden 2 tot en met 6, tot respectievelijk 3 tot en met 7 een nieuw lid, lid 2, op te nemen, luidende als volgt. Lid 2, de directeur en de onderdirecteuren worden benoemd voor 5 jaar en kunnen eenmalig voor dezelfde periode worden herbenoemd. Voorzitter, voorts is voorgesteld om in artikel 6 een nieuw lid 7 toe te voegen, luidende als volgt. De directeur stelt jaarlijks een begroting en jaarverslag op en biedt het aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring. Met dit voorstel kan niet worden meegegaan, omdat zulks reeds in artikel 13 lid 3 is opgenomen. Voorzitter, ten aanzien van de vraag naar de achterliggende gedachte van de 3 technische onderdirecteuren opgenomen in artikel 7 van de ontwerpwet, kan het volgende worden aangegeven. De ratio achter de 3 technische onderdirecteuren volgt min of meer uit de pilaren genoemd in het strategisch plan voor verkeersveiligheid 2018-2021. Deze pilaren zijn 1. Beheer / management van de verkeersveiligheid. Pilaar 2. Veiligere wegen en mobiliteit. Pilaar 3. Veiligere voertuigen. Pilaar 4. Veiligere weggebruiker. Pilaar 5. Nazorg verkeersslachtoffers. Met deze 3 technische onderdirecteuren kan uitvoering, monitoring en evaluatie van verkeersprojecten makkelijker plaatsvinden. De 3 technische onderdirecteuren zullen invulling geven aan de 3 A's, namelijk education, engineering en enforcement. Data en educatie, coördinatie van dataverzameling, het analyseren van verkeersstatistieken, coördinatie van permanente educatie en specifieke voorlichtingsprogramma's. Wegen en voertuigen, coördinatie van activiteiten en maatregelen die te maken hebben met het bevorderen van veiligere wegen en voertuigen. Handhaving en weggebruikers, coördinatie van activiteiten en maatregelen die te maken hebben met personen die aan het verkeer deelnemen, inclusief de nazorg van verkeersslachtoffers.
Voorzitter, ten aanzien van de vragen gesteld met betrekking tot artikel 7 lid 2, onderdeel D, over het vereisten van scholing in projectmanagement en de ratio hiervan, wordt het volgende aangegeven. Projectmanagement is de toepassing van processen, methoden, vaardigheden, kennis en ervaring om specifieke projectdoelstellingen te bereiken binnen overeengekomen parameters. Scholing in projectmanagement is als een vereiste in de ontwerpwet opgenomen, omdat de directeur onder andere verantwoordelijk zal zijn voor het nader formuleren en het uitvoeren van het strategisch veiligheidsplan, als ook het monitoren en de evaluatie daarvan. Het goedkeuren van programma's en projecten voor verkeersveiligheid en toezicht op de uitvoering hiervan. Voorzitter, ten aanzien van het voorstel om de functie financieel onderdirecteur, zoals opgenomen in artikel 7, leden 1 en 6, te vervangen door de functie van financieel manager, kan worden aangegeven dat dit voorstel wordt overgenomen. Voorzitter, met betrekking tot het voorstel om in artikel 7 leden 1 en 7 het woord administratie te vervangen door secretariaat, kan ik u aangeven dat dit voorstel eveneens wordt overgenomen. Voorzitter, met betrekking tot het voorstel om in artikel 8 lid 2 de zinsnede op voordracht van de Raad van Toezicht op te nemen, kan worden aangegeven dat dit voorstel in dat lid niet wordt overgenomen. Voorzitter, in het verlengde hiervan wordt voorgesteld om artikel 8 lid 1 te vervangen door 1. De president kan de directeur en de onderdirecteur buiten functie stellen indien gronden aanwezig zijn voor het in overwegen nemen van zijn schorsing of ontslag na de raad te hebben gehoord. Voorzitter, met betrekking tot het voorstel om lid 3 van artikel 8 te schrappen, kan worden aangegeven dat daarmee niet kan worden meegegaan, omdat ingevolge het bepaalde in lid 2 ontheffing volgt na verlenging van de buitenfunctiestelling van een week. Als na verlenging van de buitenfunctiestelling het belang van de dienst zulks vordert, wordt de directeur of onderdirecteur uit de functie ontheven. Voorzitter, met betrekking tot het voorstel om in onderdeel A van artikel 8, lid 6, het woord opzettelijk te schrappen, kan worden aangegeven dat het voorstel wordt overgenomen. Voorzitter, met betrekking tot de vraag over bezwaar na kennisname van de schorsing in gevolge artikel 8, lid 8, wordt dit lid als volgt gewijzigd. 8. Tegen schorsing en ontslag staat bezwaar open bij de president binnen 30 dagen nadat schorsing en ontslag ter kennisname van de directeur of onderdirecteur is gebracht. De president beslist met redenen omkleed schriftelijk binnen 6 weken na indiening van het bezwaar. Voorzitter, in het verlengde hiervan wordt een nieuw lid 9 voorgesteld, luidende als volgt. Lid 9. Tegen een overeenkomstig lid 8 van dit artikel genomen besluit van de president of bij het uitblijven van een besluit kan respectievelijk binnen 30 dagen werkdagen nadat de beslissing overeenkomstig lid 8 aan de betrokkenen is bekendgemaakt of na het verstrijken van genoemde termijn beroep worden ingesteld bij de kantonrechter. Voorzitter, ten aanzien van de opmerking dat er een discrepantie is tussen artikel 10 lid 2 en artikel 11 lid 1, wordt artikel 11 lid 1 gewijzigd als volgt. 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 2 worden de raadsleden voorgedragen door onder andere
Het ministerie belast met justitiële aangelegenheden. B. Het ministerie belast met volksgezondheid. C. Het ministerie belast met openbare werken. En aanvullen. D. Het ministerie belast met financiën. E. De korpschef van het Korpspool Suriname. F. De Anton de Kom Universiteit van Suriname. En G. Het Openbaar Ministerie. Voorzitter, ten aanzien van de opmerking dat de zinsnede een jurist, een econoom of een ingenieur in artikel 11 lid 3 limitatief is en naar een betere beschrijving gekeken moet worden, wordt voorgesteld om dit lid te vervangen door 3. De voordracht van de raadsleden dient zodanig te geschieden dat de samenstelling tenminste bestaat uit een jurist, een econoom en een ingenieur. Voorzitter, ten aanzien van de opmerking dat in artikel 11 lid 2 is opgenomen dat de raadsleden geen bestuurslid mogen zijn van een organisatie en dat de korpschef van het Korps Suriname is opgenomen, wordt verwezen naar artikel 11 lid 1, namelijk de zinsnede voorgedragen door onder andere met dien verstande dat de voordracht in het geval van het Korpspool Suriname door de korpschef geschiet. Voorzitter, ten aanzien van de opmerking met betrekking tot artikel 11 lid 3 om een public health deskundige op te nemen, wordt opgemerkt dat er vanuit wordt gegaan dat elke voordracht in gevolge artikel 11 lid 1 een voordracht van een terzake deskundige zal zijn. Ook vanuit het ministerie van Volksgezondheid zal een voordracht gedaan moeten worden. In het verlengde hiervan wordt voorgesteld om artikel 11 lid 5 als volgt te wijzigen. Lid 5. De president benoemt na goedkeuring van de Raad van Ministers het voorgedragen lid van het ministerie belast met justitiële aangelegenheden tot voorzitter. De raad kiest uit zijn midden een ondervoorzitter en stelt de verdeling van zijn werkzaamheden onderling vast. Aan de raad wordt een secretaris toegevoegd op voordracht van de minister. Voorzitter, ten aanzien van het voorstel in zaken artikel 20 lid 3 om dit lid te schrappen, kan worden aangegeven dat lid als volgt wordt gewijzigd. Lid 3. Tegen een overeenkomstig lid 2 van dit artikel genomen besluit van de president of bij het uitblijven van een besluit kan respectievelijk binnen 30 werkdagen nadat de beslissing overeenkomstig lid 2 aan betrokkenen is bekendgemaakt of na het verstrijken van genoemde termijn beroep worden ingesteld bij de kantonrechter. Voorzitter, ten aanzien van de opmerking dat in de ontwerpwet wordt gesproken over slachtofferfonds en niet over slachtoffer en de vraag met betrekking tot de relatie van het schadefonds met de waarborgfonds en als het nodig is om een ander fonds op te richten, kan het volgende worden aangegeven. Een slachtoffer is degene die buiten zijn schuld lichamelijke, financiële of geestelijke schade leidt. Het slachtofferfonds is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Justitie en Politie dat beheerd zal worden door de autoriteit. Het zal slachtoffers van verkeersmisdrijven financiële steun bieden. De verkeersautoriteit is dus belast met de centrale aansturing van het verkeersbeleid met een brede spreiding. Deze taak biedt een interessanter alternatief boven individuele slachtoffers. Het schadefonds is slechts bedoeld voor die gevallen waarin slachtoffers op geen enkele andere wijze hun schade vergoed kunnen krijgen. Zonder uitputtend te zijn, wordt ter abstractie genoemd het geval waarbij de vorderingen zowel in strafrecht als civielrecht zijn afgewezen en de verdachte is vrijgesproken
of het OM niet ontvankelijk is verklaard. Voor schadeplichtigheid is het straf in het strafrecht is vereist een dader die schuldig is bevonden. Bij vrijspraak, dan wel OM niet ontvankelijk, is er geen veroordeling tot betaling mogelijk. De uitkering van het schadefonds is een maatschappelijke uiting van solidariteit en een blijk van erkenning van het onrecht en leed dat een slachtoffer of nabestaande is overkomen namens de samenleving vanuit de overheid. Deze uitkering wordt gedaan uit de verkregen middelen opgesomd in artikel 21 lid 3. De uitkering heeft niet tot doel alle schade te dekken, het is slechts een financiële tegemoetkoming. Voorzitter, norm is dat een weggebruiker niet mag wegrijden na het veroorzaken van blikschade en of letselschade. Doet een weggebruiker het toch, dan is deze strafbaar wegens overtreden van artikel 4 van de rijwet 1971. Toch neemt het aantal doorrijders toe. Een kleine troost, een doorrijder wordt met regelmaat gevonden, wordt achterhaald door de politie of ze melden zichzelf aan bij de politie. Helaas lukt het niet altijd om de doorgereden bestuurder te vinden. Als slachtoffer of nabestaande is er geen mogelijkheid voor het verhalen van de schade. Het waarborgfonds motorverkeer is een vangnet voor iedereen die door een motorvoertuig schade leidt en de schade niet kan claimen bij een verzekeraar. Omdat, en dan verwijs ik naar artikel 27 lid 1 onder A, wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, niet kan worden vastgesteld wie de aansprakelijke persoon is, de mogelijkheid tot indienen van een vordering bij het waarborgfonds wanneer de veroorzaker het motorrijtuig door diefstal of juirijding in zijn gebruik had, of de verzekeraar niet in staat is tot uitkeren, is aan voorwaarden verbonden. Het fonds is in die gevallen slechts aansprakelijk voor zover de benadeelde aantoont dat hij de aansprakelijke tot betaling heeft kunnen aanmanen en de schade door hem niet kan worden verwacht. Artikel 27 lid 1 en 2 wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Voorzitter, het waarborgfonds is er dus om de geleden schade vergoed te krijgen, om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het waarborgfonds moet aan alle vereisten worden voldaan welke de WAM stelt in de artikelen 27 en 28. Het waarborgfonds bestaat nog en is ook operationeel. Voorzitter, naar aanleiding van de opmerking dat de wet, het zij in zijn geheel, het zij bij gedeelte, in werking treedt, zoals opgenomen in artikel 25 lid 3, wordt lid 3 als volgt gewijzigd. Lid 3, het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging. Voorzitter, ten aanzien van de vraag waarom de minister van Justitiële Aangelegenheden alleen belast is met de uitvoering van deze wet, artikel 25 lid 4, terwijl de raadsleden door 4 ministeries worden voorgedragen, kan worden aangegeven dat de verkeersautoriteit onder dit ministerie resorteert en daarom alleen de minister van Justitie en Politie belast is met de uitvoering van deze ontwerpwet. Voorzitter, tot slot staat u mij toe om meteen de wijzigingen voor te lezen. Voorzitter. Met betrekking tot de wijzigingen, kijk, we zitten nu in de eerste ronde, het is een initiatiefwet van het parlement. Ik zou juist voorstellen om dan samen met de initiatiefnemer te zitten en te komen tot een amendement voor de tweede ronde. Ik denk dat dat beter is,
dan nu een 6-pagina tellende mondelinge wijziging waarvan akte zou worden opgevraagd te lezen. Dus dat is mijn voorstel. Als u behoefte hebt aan een korte schorsing, kan ik dan even dat doen voor die verdere afstemming. Akkoord? Akkoord, voorzitter. Goed, dan schors ik voor enkele ogenblikken. We'll be right back.
Leden kunnen hun plaats nemen. We hebben de ronde de minister gehad. Is er behoefte aan interruptie? Ja. Goed, lid Sang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dank de minister voor de beantwoording. Er zijn veel wijzigingen die de minister heeft gepresenteerd en ik ondersteun uw voorstel dat er een amendement komt met de initiatiefnemers en dat we ruimte krijgen om het te bestuderen. Ik heb wel een opmerking met betrekking tot de e-bikes, want in december heeft de minister gezegd dat het rijbesluit wordt aangepast en dat is ondertussen al 3 maanden geleden. Begrijp ik het goed dat het rijbesluit nog steeds niet is aangepast, want het kan toch niet zo lang duren. De eerste ronde DNA waar we onze bezorgdheden hebben geuit over de e-bikes was 10 augustus 2023, dat is alweer 7 maanden geleden. Het is een staatsbesluit, voorzitter. De e-bikes moeten worden behandeld als een bromfiets. U kunt categoriseren op de snelheid. Als ze harder gaan dan 40, 50 km per uur, dan moet u ze behandelen als een motorfiets. Alles daaronder, snelheden, kunt u categoriseren als een bromfiets. Het is een kwestie van goed formuleren en uitvoeren. En als het niet goed is, na evaluatie weer aanpassen. Daarvoor hoeft u niet naar DNA te komen. Ik vraag dat er haast achter wordt gezet, want er rijden steeds meer e-bikes op onze wegen. Ook elektrische steps zien we over de openbare wegen rijden en er zijn helaas al slachtoffers. Dus ik vraag de nodige spoed. Maar ik vraag wel dat er ook een ondergrens komt van snelheid voor elektrische speelgoedfietsen en speelgoedsteps voor kinderen die moeten worden gerekend tot langzaam verkeer. En geen vergunning of nadere regels voor nodig zijn. Bijvoorbeeld als ze niet harder gaan dan 10 of 15 km per uur. Daarnaast wil ik concreet weten welke wetten worden aangepast. Zijn de conceptwetswijzigingen al in voorbereiding? En tenslotte, ik heb niet op alle vragen antwoord gekregen, maar daar wil ik in de tweede ronde op verder ingaan. Ik dank u, voorzitter. Dank u wel, lid Moabali. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook ik bedank de minister voor het beantwoorden van vragen. De minister gaf aan dat het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren een duidelijke dalende trend vertoont van 82, 76 naar 69. Ik ben heel blij dat als dat zo is en de minister gaf aan dat het Verkeersveiligheidsinstituut hierbij een belangrijke bijdrage levert door activiteiten en programma's, voorlichting, radio, tv. Dus we zijn heel blij en ik hoop dat de dalende trend zich verder voortzet. Wat wij zien is dat er veel bromfiets en voetgangers tot de verkeersslachtoffers behoren. Mijn vraag, de minister gaf aan dat er het besluit ten aanzien van bromfietscertificaten, dat de minister daarmee bezig is. De vraag is, wat is de stand van zaken nu? Want in december 2020 zou het al verplicht gesteld worden. Dus nogmaals, wat is de stand van zaken ten aanzien van de bromfietscertificaten? En verder zien we dat er veel bromfietsers en voetgangers behoren tot de verkeersslachtoffers. We zien ook dat er op dit moment veel mensen zonder verlichting deelnemen aan het verkeer. Vooral bromfietsers 's avonds. Dat leidt tot veel gevaar voor de mensen zelf, maar ook tot veel ongerief voor de autobestuurders. Dus gaarne aandacht voor deze zaak, voor de mensen die zonder licht op straat gaan. Dank u wel. Dank u wel, lid Ramsekoel. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil ook de nadruk leggen op het gebeuren van de elektrische fietsen, e-bikes, steps, etc. Veiligheid aspect moet hierbij zeker duidelijk naar voren komen in hetgeen de minister aangaf waaraan er gewerkt wordt. Niet alleen van de bestuurders, maar ook van de overige deelnemers van het verkeer. Leeftijdsgrenzen eventueel ook meenemen hierbij en andere regels. Voorzitter, een positief verschijnsel wat we afgelopen week hebben gezien is dat mensen elektrische wagens importeren. Ik wil graag weten als de wetgeving hiervoor ook reeds in orde is. Kunnen ze gekeurd worden? Is dat al in orde? Want ook hier speelt eigenlijk hetzelfde als die fietsen. Die fietsen worden niet als bromfiets gezien.
Straks gaat men die auto's niet als auto's zien. Dus graag als er hierop wat duidelijkheid kan komen, zodat wij daarvan op de hoogte zijn. Dank u wel, Jogi. Bedankt, voorzitter. Voorzitter, ik wil niet praten over fietsen en e-bikes. Ik wil praten over trucks, voorzitter. Voorzitter, we hebben 10 districten. Sipaliwini heeft 7 bestuursresorten. Paramaribo heeft 2. Wanica heeft 2. Totaal 8, 7 plus 7, 14 plus 4. Voorzitter, 18 districtscommissarissen. In Saramaka is het zo, voorzitter, dat er een klein stuk van de Tjandishowweg, 6 kilometer, je niet met een truck mag rijden met lading. Slechts maximaal toegestaan 4 ton. Voorzitter, het vernietigt ondernemerschap. Ondernemers zijn moe, minister, van autoriteiten die denken dat ze alle wijsheid en alle macht in pacht hebben en doen wat ze willen met ondernemers. Het is droge tijd. Mensen willen hun erf opvullen, mensen willen bouwen. U hebt bouwfondsregering gecreëerd voor die mensen, goedkope leningen. Het kan niet, minister. Minister, ik vraag duidelijkheid, voorzitter, via u. Van wat gebeurt er precies? Waarom mag een truck met 6 wiel niet rijden met lading? Wanneer u toestaat dat we in het... En overal mag het. Het mag in Nikeri, het mag in Koroni, het mag in andere delen van Saramaka. Het mag in alle districten, in alle gebieden, overal. Alleen daar mag het niet. En ik neem aan, minister, dat die klachten u ook hebben bereikt. Burgers zijn bezig nu een brief te schrijven naar de procureur-generaal, naar de minister via een advocaat, om deze zaak aan te vechten. Het kilt die ondernemerschap. Het is tirannie, voorzitter, van bepaalde functionarissen in het district. En wij vragen, voorzitter, via u aan de regering om de ondernemers in Saramaka te beschermen. Dank u wel, lid Ramdin. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb naar de minister geluisterd en hij heeft aangegeven dat Safe City project bijvoorbeeld onder KPS bleef. Dat vind ik op zichzelf wel goed. Ik had tijdens mijn betoog uitvoerig over de Safe City project gesproken. Waarom? Omdat ik vind dat bij het oplossen van allerlei criminaliteiten die vooral op de weg plaatsvindt, ook andere criminaliteiten die plaatsvinden, dat wij door middel van Safe City project de zaken kunnen achtervolgen. We kunnen de zaken via camerabeelden zien wat er allemaal gebeurt, etc. Ik heb daarover uitvoerig al gesproken, ik ga niet meer herhalen. Maar ik wil van de minister weten, wat is de huidige stand van zaken met betrekking van, tot dit project? Want ik had u al aangegeven wat nog bij moet komen, wat we wel hebben. Maar ik vind, en bijna aan ieder vindt, dat dit project een heel goed project is, die ons op allerlei gebieden, vooral wanneer het gaat om criminaliteit en et cetera, een hele goede hulp is. Dus ik zou toch van de minister weten wat de stand van zaken met betrekking tot dit project is. Asabina. Bedankt. Een nieuw fenomeen. Een nieuwe ontwikkeling. Misschien moet ik zeggen een nieuwe hype, voorzitter, in het verkeer. Is dat autobestuurders naar willekeur, naar believen, voorzitter, hun voertuigen van extra lichten voorzien, voorzitter. In de avonduren, voorzitter, ik onderhoud de route Paramaribo, Brokopondo. En als u zo'n auto als tegenligger tegenkomt, voorzitter, u moet God dankbaar zijn dat Jan hem staat. Het is meer dan breidelijk, voorzitter. Ik zeg het u. En ik wil weten of ze toestemming krijgen van de overheid, voorzitter, om zorgelijke lichten te plaatsen, voorzitter. Het vraagstuk van e-bikes, voorzitter, is onlosmakelijk verbonden, voorzitter, met wegen, rijwegen voor tweewielers, voorzitter. Die hebben we niet. Wanneer de minister blij is dat het aantal verkeersslachtoffers naar beneden in de gaat, voorzitter, willen we weten concreet hoeveel slachtoffers die vallen onder de groep van tweewielers zijn, voorzitter. Ik heb begrepen dat het stijgende is. We zien dat er projecten worden in een gebouw, voorzitter, in een Sabaku-project, waarbij de overheid voor mij $20 miljoen, maar rijbaan voor tweewielers nodig.
Nu is hype, real estate. Tweewielers nodig. In de tijd hadden we de ringweg voor mij meer dan 40.000 en een miljoen is uitgegeven aan die ondernemer. Fietspaden nodig, voorzitter. En er zijn zoveel Surinamers die hun kroostkinderen op de fiets naar school willen sturen, voorzitter. Maar u weet wat dat betekent. Dus we vragen aandacht wat het beleid van de regering is met betrekking van het aanleggen en onderhouden van gezonde, ja, en rijwegen voor fietser en tweewielers, voorzitter. Dank u. Dank u wel, lid Mangre. Dank u, voorzitter. Ik deel dezelfde bezorgdheid als mijn collega. En ik denk dat we inderdaad de e-bikers moeten gaan beschermen. Je ziet ze links en rechts wanneer je in het verkeer bent. En plotseling als je niet oplet, zie je eentje voor je. En ik hou mijn hart vast, want de e-bikers zijn ook erg laag. Bijna zie je de mensen niet op die fietsen. En ik denk dat ze ook zeker voorzien moeten zijn van een helm. Dus ik ondersteun zeker wat mijn collega zegt. Ik denk dat er wetgeving moet komen om ook deze doelgroep te beschermen. Want veelal, voorzitter, zijn er nou schoolkinderen die ervan gebruik maken. Hè? En dan moeten we die doelgroep gaan beschermen. Ik vraag ook aandacht, voorzitter, voor de slachtoffers. We merken een heleboel slachtoffers, maar ik denk dat slachtoffershulp ook noodzakelijk is. Heel vaak worden de slachtoffers aan hun lot overgelaten. Dus ik vraag via u, voorzitter, wat het beleid van het ministerie is om de slachtoffers beter hulp te verlenen wanneer zij in die situatie verkeren. Graag verneem ik dat van de minister. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, lid Parmisser. Ja, voorzitter, ik denk dat we gelukkig nog een ronde hebben te gaan, waarbij we uitgebreid over een aantal zaken kunnen praten, toch? Maar laat me aandacht vragen, vooral in deze tijd, met heel veel criminaliteit, dat je overdag, bij daglicht zelfs, ja, klemgereden wordt en allerlei zaken daar plaatsvinden van criminele aard. En in dat licht vraag ik de tinten van de ruiten. Wat mij betreft mag niemand en niemand donkere ruiten vooraan hebben. Als u minister bent, dan zet u achterop donkere ruiten. We moeten die chauffeurs zien. Niemand en nogmaals niemand. Ja, met getinte ruiten. Want als u minister bent, of president, of vicepresident, dan zit u achterop, dan tint u de ruiten. Nee. Voorzitter, dat is mijn concreet voorstel. Laten we kijken. Nog een grappen in dit land met zulke criminaliteit en niets anders meer ben ik daarover begonnen, voorzitter. En de minister is ook afhankelijk van andere departementen. En ik noem maar één, ministerie van Openbare Werken, als het gaat om verkeersveiligheid. De markering op de wegen, dat laat te wensen over. Wanneer je drempels hebt, dat laat te wensen over. Soms je bibab op het laatste moment, je ziet dat niet eens, et cetera, voorzitter. En vooral op hoeveel de bermen, op hoeveel hoeken is het onkruid zo hoog dat je niet eens om de hoek kan zien, voorzitter. En wanneer je even baart, dan biets is je neus door een andere auto. En dan kan die andere er niks aan doen, et cetera, voorzitter. Dit zijn zaken om niet grappen over te maken. Wanneer we praten over verkeersveiligheid, dit zijn de noodzakelijke randvoorwaarden. Maar we komen daar straks op terug, voorzitter. Dank u. Dank u, lid Mohan. Bedankt, voorzitter. In lijn met het lid Parmisser wil ik het volgende onder uw aandacht brengen. Ook de minister in deze. We pleiten voor een autoriteit, een verkeersautoriteit Suriname. Maar in afwachting zouden we een heleboel misschien kunnen wegnemen. Als we kijken naar de handhaving, als we kijken naar de buschauffeurs die op de trottoirs rijden, op het rijwielpad rijden. Toch hier van het Hoge Ruistraat, Pad van Wanica, Highway. Er is totaal geen controle, er is totaal geen handhaving. Als we kijken naar wegmeubilair, heel slecht. Als we kijken naar beleidingen, asbeleiding en aan de zijkanten van de wegen. Rehabilitatie van de wegen laat de wensen over. Als we gaan naar Afobakkaweg, voorzitter, dan is het heel slecht. Maar ook uitkijk, maar ook Oost-West-verbinding. Voorzitter, ik wilde even aankaarten. Ik heb gisteren even gezeten
En ik probeerde te kijken wat we allemaal goedkeuren aan autoriteiten. Ik heb een paar opgezond. Energieautoriteit Suriname, Telecommunicatieautoriteit Suriname, Maritieme Autoriteit Suriname, Nationale Milieuautoriteit, Wegenautoriteit, Toerismeautoriteit, Verkeersautoriteit, Aanbestedingsautoriteit. Er zijn alleen maar autoriteiten, voorzitter. En wat doen de departementen dan? Gaan we dit allemaal goedkeuren? Ik weet niet uit welke richting we opgaan. Ik zet mijn blaadje hier vol, een aantal autoriteiten die op schema nog staan. Voorzitter, laten we kijken welke autoriteiten we goedkeuren. En laat de departementen hun werk goed doen. Dank u wel. Dank u wel, lid Afiankoi. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik deel de zorgen ook van ten aanzien van de e-bikers die meer en meer deelnemen in het verkeer. Maar safety first, dus we moeten kijken daadwerkelijk of we verplicht gesteld gaan worden dat ze helmen gaan aantrekken of dragen. Maar mijn concern ook is dat van die vele auto's die rijden zonder voorkentekenplaten. Dat is dagelijks een aantal auto's. Een keer heb ik zelf een politieagent erop gewezen. En die man zegt nou, wat kan ik eraan doen? Ik denk dat het ministerie of de regering hierop moeten gaan letten. Ook dat probleem van die lijnbussen die meer gebruik maken van de rijwielpaden dan de wegen. Minister, gelooft u mij dat is zo gevaarlijk? Ja, wanneer u bent in een rij, in een file en u ziet die mensen, het lijkt wel net als het land het verkeer van hun is. Dat ze mogen doen wat ze willen. En niemand dreigt aan. Soms zie je de politie niet ver vandaan staan. De Maikotips of zo. Het is verschrikkelijk. Hoe graag uw aandacht hiervoor. Dank u. Lid Gadin. Ja, voorzitter. Ik denk dat ik toch wel bezorgdheid die daarnet geuit is. Geachte lid Jogi. Met betrekking tot de Chandisouweg. En laat me het nog beter benadrukken voor een deel van de Chandisouweg. Voorzitter, dat wij duidelijkheid van de minister wensen. Omdat ik middels interventie gehoord heb dat er over en weer geschoven wordt qua besluitvorming. Dat het vanuit het ministerie, omdat daar de politie optreedt, het beleid in opdracht, dat het beleid is van justitie en politie, of het openbare werken is. Ik denk dat er toch wel duidelijkheid nodig is, minister. En, we kijken graag uit naar antwoord, omdat we ter zake duidelijkheid moeten hebben. Punt van orde, deze kant wordt het ondersteund. Ja, lid Parmeser. Naar aanleiding van het punt van onder meer de heer Gayadin. Het is de minister van Openbare Werken die bepaalt de afdruk. Hou u bij. Dank u wel. Andere kant, punt van orde, lid Jogi wordt het ondersteund. Ja, lid Jogi. Voorzitter, bedankt. Voorzitter, ik heb gezegd, we hebben 10 districten. Sipaliun is verdeeld in 7 bestuursresorten. Paramaribo in 2, Wanica in 2. Totaal hebben we 18 districtscommissarissen verdeeld over bestuurs. Oké, dan nog één. Maar nergens in het land gelden die bepalingen welke geldt in dat stukje van de Chandisouweg in het district Saramaka. En de vraag is dan. Of dit willekeur is, of machtsvertoon is, en wat het beleid is. Want het kan nooit zo zijn dat overal in het land je met een truck, asdruk, dat mag rijden. Ja. Alleen in dat stukje niet. Dat is willekeur, vind ik. En dat vinden mensen ook. Oké. Goed, minister, we hebben de interrupties gehad. Een aantal vragen hebben betrekking op de wet. Een aantal algemene vragen. Gaat u gelijk reageren of neemt u... Neemt u ze naar de tweede ronde. Minister heeft het woord. Voorzitter, dank u wel.
Ik dank ook de leden voor de op- en aanmerkingen en vragen. Voorzitter, ik laat mij aangeven dat voor wat betreft vragen die te maken hebben met handhaving van de verkeerswetgeving. Het is bekend eigenlijk wat gedaan moet worden. Namelijk dat de politie haar inspanningen moet opvoeren. Daar waar het gaat om misschien gebrek aan middelen. Ik denk aan alcohol, testapparaten, snelheidsmeters. Ik ben in contact hierover met de leiding van de politie. De behoefte aan bijvoorbeeld alcohol instrumenten, die kennen we. En die maatregelen, dus die besluiten, worden sowieso genomen. Maar andere structurele vragen, zoals de vraag door het geachte lid Yogi. Sowieso zal ik, als ik mij niet vergis, is er inderdaad wat hierover ontvangen. En ik zal het met mijn collega van OWI zal ik het bespreken. En we zullen zeker met een uitkomst komen. De vraag bijvoorbeeld van het geachte lid Asabina over die bombastische lichten op voertuigen. Dat moet sowieso aangepakt worden, meneer de voorzitter. Getinte ruiten. Er zijn velen die de aanvraag doen voor getinte ruiten. Laat mij aangeven, voorzitter, dat de wet ruimte heeft gelaten aan, autobestuurders om op een bepaalde manier tint aan te brengen. Ik denk aan de zij-achterruiten. Maar die voorzieningen zijn getroffen voor de weggebruikers. Het zijn andere mensen die beneden, eigenlijk 5% tint willen aanbrengen, die de aanvragen doen. Mijn persoonlijke mening, je bent vaak in het buitenland en je ziet dat de mensen gewoon met doorzichte ruiten rijden, autoruiten. Dus ik vraag me af wat de hype hier is om op die manier hun auto aan te kleden. We komen natuurlijk niet aan de rechten van mensen die dat ontlenen uit de wet. Maar het is een hype. Voorzitter, de andere vragen wil ik dan meenemen naar de volgende beantwoording om breder hierop in te kunnen gaan. Leid Parmeester, kort. We bedanken en we begrijpen de beantwoording van de minister. Ik denk dat we hierbij de hulp moeten inroepen van de minister van Openbare Werken als het infrastructuur gaat. Dus ik doe een beroep. Ja. De regering in het kader van verkeersveiligheid, dat is zaken die onder meer ik heb aangehaald, dat er duidelijk antwoord gegeven wordt, voorzitter. Ja. AUB. Dank u wel. Lid Asabina, kort. Voorzitter, eenmaal we praten over de feitelijkheden in het verkeer. Wat we ook meemaken, voorzitter, is dat autobestuurders bewust hun kentekenplaat met name voorin van die auto, die maaiporeen. En ze rijden, en ik heb zelf meegemaakt dat politieambtenaren bij controle, dan ben ik de man staan. Dus ik wil vragen aandacht voor deze zaken, voorzitter. Ja. Dank u. Goed, dank u wel. Gayadin. Ja, eenmaal in diezelfde trend, voorzitter, daar zien we dat niet alleen, laten we zeggen, politieagenda gaat, maar ook, laten we zeggen, de keuringsinstituten. Die ook tegen betaling aan dat soort praktijken ook meewerken. Voorzitter, daar zou ik vragen dat met alle ernst ernaar gekeken wordt
En als vergunningen ingetrokken moeten worden, dan zal dat moeten gebeuren. Omdat normvervaging begint precies zo, als het wordt gewoon een factor die we niet kunnen toestaan, voorzitter. Dus we kijken, maar ook met betrekking tot de beantwoording, voorzitter. Ik zie dat u overgaat tot afsluiting van de eerste ronde. En ik denk dat tijdens de behandeling heel wat vragen gesteld zijn geworden met betrekking tot die ook te maken hebben met het departement openbare werken. En daar hebben we gezien dat de minister geen antwoord op heeft gegeven. Dus ik weet niet wat de orde van u zal zijn, voorzitter, of we de ronde afsluiten, dan wel de minister van openbare werken ook de gelegenheid bieden om antwoord te geven op de vraag. Ik ga de eerste ronde afsluiten en dan vragen we de regering om ook de minister van openbare werken in te zetten in de tweede ronde. Ja? Onder dankzegging sluit ik dan de eerste ronde af en ik verdaag deze vergadering tot nadere orde.